geluid maken, maar het was onverhoudelijk, hè? Ja, en dan hadden we een show wel. Ja. Even fijn. Want we zochten even weer in de midden zaten, hè? Dat trap je weer een keer weer in. Had hij al zijn baan te zien? Oh, mooi waar. Schitterend. Mooi, ja. Een mooie miauwing. Mooi miauwing. En we zien Landal. Landal. Groensje. Ja, Evenstijf. Zijn mensen geen begrip wel dat we dit keer in Oostmaharren zetten en dat we van deze omjouwing geen wat zien laten willen. Willem, wie gaan hierheen en wat over meer? Ja, wie wil het hier zien en wie gaan naar Peersens moddergat. Wie gaan we even waarom in de tijd? Heel nog even waarom in de tijd en het viskeshoeske. Ja, nou ik zou zeggen, zie maar. Maar, wist u waar we hier waren, maar? Ik dacht dat het is hè. Zullen we ze maar even bellen, want dit lijkt het me hier heel groot aan. Je ziet ook je knap me omgingen, hè? Recent. Zullen we ze even hier dat die vrouw is, hè? Willem. Dit is verrassen. Dan zullen we even hier. Sprake met Milo Buisman. Ja, goedemorgen, met Bouke en Willem. Goedemorgen. Goeiedag, wij staan hier bij de rotonde, maar het is afreselijk groot. Waar ben je ook? Ja, als jij nou de rotonde links afslaat en gewoon de weg volgt door de slagboom richting de poort, ga ik daar op je wachten. Nou, wij komen er aan. Hartstikke mooi, tot zo. Ja, tot dan. Doei. Nou, die gedrukt. Hey. Willem, we hebben al in de jaren. Nou ja, wie mag uitstappen? Hey. Goedemorgen. Is hij op stad? Kijk, ja. Goedemorgen. Goeiedag. Willem. Milou. Dag. Hey, Mauke. Milou. En is jouw broer bij? Ja, dit is onze Bollo. Bollo van Landal Ezelstad. Klopt. Kindervriend? Zeker een kindervriend. Maar misschien als je het lief vraagt, mag je ook wel een knuffel. Hey. Oh, Willem, dat is net eerlijk. Wauw, man. Maar dat gebeurt niet elke dag, dacht ik. Nee. Bijzonder wel. We hadden heel lang een uurtje om hierheen. Nou, leuk. Want we gaan echt de golfkar. Zo'n Bouk en ik. Dat zie ik, ja. We hebben zeker geen ervaring. Maar ik heb iemand die dat heel goed kan uitleggen. En dus ik weet zeker dat jullie daar nou ook echt wat kunnen slaan. Maar dat is net alles wat we hier zien. Nee. Naast onze hele leuke golfbaan die wij hebben op het park, heb ik hierachter natuurlijk een groot gedeelte van mijn vakantiepark liggen. En ik vond het eigenlijk leuk om jullie een beetje naar binnen te halen en wat te laten zien. Nou, Willem, dat mag met de golfkar. Met de golfkar, deze ene keer mag je een stukje doorrijden. Nou, zullen we dat wel? Dat lijkt me een goed plan. Hé, en go stek mij? Go stek mij. En een harige jongen. Helemaal klaar. We binnen hier de gast op Ezelstad alweer ontzien hier een begrip in de regio. Maar waar komt de naam Ezelstad eigenlijk bij? En wat betekent de naam? Dat is een hele moeilijke vraag, maar wel leuk dat je hem stelt. Want Ezelstad zelf is niet echt de betekenis, heeft geen spannend verhaal erachter. Maar er zijn wel hele oude kronieken gevonden waarin beschreven stond dat nabij de havens van Oostmaharren, dat plaatsje wat hier natuurlijk naast ligt, dat daar potvissen gevonden waren bij het strandje of bij het stadje Ezelstad. Dus vandaar dat de naam uit het verleden mee is genomen. Wat haal je hem de gast hier al je te bieden? Ja, wat hebben we ze niet te bieden is eigenlijk mijn eerste antwoord. De omgeving heeft zoveel moois, zoveel leuke activiteit, zoveel unieke dingen die je nergens anders treft in Nederland. Maar ook het park zelf. We hebben een golfbaan waar je lekker kan golfen of voetgolven. We hebben onze Bollo de Beer die toevallig hier ook nog komt aanlopen. Waar heel veel activiteiten voor kinderen worden georganiseerd. Ja, ik kan een boekje open doen. En wat maakt dit plek zo uniek? Wat maakt de plek uniek? Ik vind altijd, bestempel dit plekje als zijn het einde van de wereld. Je moet een heel eind rijden om hier te komen. Maar als je er bent, zit je gewoon in een heel mooi stukje Noordoost-Friesland. Hoe zullen de gasten van Ezelstad profiteren van de omlis van de Centrale As? Ik denk met name door de komst van de Centrale As dat er een stukje gemak bij komt. Gasten vinden het lekker om heel snel van A naar B te kunnen rijden. En de route is waarschijnlijk zo'n kleine 10 minuten sneller vanuit Drachten hier naartoe. Maar los daarvan krijg je natuurlijk ook een stukje fietsennetwerk wat wordt verbeterd. Waar mijn gasten natuurlijk ook van kunnen profiteren. Dus al met al is het een hele mooie zet.
Gerrit, hier hebben we een heel apart plek. We gaan waarom in de tijd. Ja. Hier hebben we waarom in de tijd. Dit is de plek waar vroeger de veerboot misschien moest werken. Vroeger ging ik steeds met mijn auto en dan gingen we hier zien naar de boot die misschien moest werken. Maar dan weer de dikke nog net. Dus en dan vind ik gewoon dit pet als een verbinding en komt hier langs. Dat moet je zien. En het bijzondere van de Ezelstaat is, en ik hoor mensen bij mij, dat hier dan die boot bij wij wordt. Ja. Als een extra service alleen voor dit pad. Alleen voor dit pad. Nou, dan voelen we hem toch graag even zien letten. Eigenlijk van vroeger de veerboot naar Schiermonnikoog. En wie ze wat willen, ze hebben. Op 1 oktober de grote handelsroute is belangrijk. Ik denk met name om een stukje netwerken onderling met de ondernemers hier uit de regio. Maar ook om even weer aan elkaar te laten zien wat je zoal te bieden hebt. Want het is een groot gebied, je hebt zoveel. Maar door de veelheid weet je eigenlijk niet meer zo goed wat er allemaal is. Verwacht Ezelstedt ik meer gasten? Als de mensen hier dadelijk rapper komen kennen? Uiteindelijk wel. Ik denk niet alleen Ezelstad, maar ook de ondernemers die hier op het park aanwezig zijn. En alle regio activiteiten die hier geboden worden. Hey. Ja, sorry. Wat zeggen wij? Die van mij wonen en nog geen meer. Kom bij mij wel. Kom op park maar weer. Ga je met verdere ambities? Oh, ambities heb ik genoeg. We zijn druk bezig met kijken naar een hele grote indoor speelvoorziening die wij op ons park willen neerzetten, zodat we het voor- en naseizoen kunnen verlengen. En om het park nog regionaler en nog authentieker te maken. En wat zou er nog beter kunnen om dit stukje van Noord-Friesland? Wat zou het nog beter kunnen? Nou ja, een deel wat er nu wordt gerealiseerd, een stukje verbinding. Maar dan in de breedste zin van het woord. Verbinding met elkaar, verbinding in wegen, fietsroutes, noem maar op. Zodat we nog meer ontdekt worden door heel Nederland die ons nog een beetje vergeten is. Nou. Hey. Nou, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Ja. Justin Nieuwsnacht Talent. Ja. En ik vond het leuk jullie hier te hebben. Ja. En ik heb nog een bedankje namens onze knuffelige bollo-beer. Nou, mooi, maar schattig. Die vindt het heel leuk om mee te gaan op handelsroute. Ja, we dus hingen in uw golfkaart. Hartstikke nou, mooi. Mooie dag nog. Hartstikke bedankt. Dank je wel, hè. Mooi dag nog. Jullie ook. Hoi. Tot ziens. We hebben een kwarte update van de vastzitters. De handelsroute zit vol. Deelnemers krijgen kwarten een mail. Wat staat er al hier in die mail? En je deskt eigenlijk de dingen in om het hele evenement goed verrennen te letten. Wanneer het zou komen, maar goed ze onreden maken. En eigenlijk heel belangrijk als we dat al hier opvolgen. Nou, we hebben in ieder geval, dat hebben we al een paar maanden in zijn, wij dealen het in blokken. Precies een blok van een kilometer. En tussen die kilometers is iedere keer de oorgang naar de handelsroute. En daar zit ook de podiums met muziek en culturele dingen. En dan kreeg het iedereen in het plakje. Om dat Orange Door is goed te verenigen, dat ze makkelijk omsluiten kennen. En 12 weken lang hebben we een oproep dienen voor buskers van de baas. Binnen er ook genoeg buskers inmiddels? Nou, daar zijn we ook genoeg buskers, maar er zijn weinig buskers die het aanmeld hebben. En daar gingen we toch wel meer respons verwachten. Ze had misschien ook al hier nog net trof. En als we met mensen praten en zeggen, je hebt buskers. Ja, ze, dan kunnen we hier volgens mij doen. En juster, we een woningbouwvereniging. En je had zich nog net op, jong, maar het personeel zei, we rijden met een hele rige buskers van je en mij. Dus ik benadruk nog even aan die mensen. Het is net alleen het busje van de baas, maar ook de ZZP'er. Iedereen die met reclame op een bushak in Graz is, die hele tijd de mij rijden om zichzelf in beeld te brengen. En hoe kunnen mensen haar een busje aanjagen? Dat kunnen ze doen via de site van Ruud met de handel.frl. En dat ze hun daar even opjouwen, dat ze met één of twee busjes mij rijden, hoeveel mensen dat ze mij nemen kunnen, ja, dan mag het al hier goed komen. En wat docht de organisatie nou de komende weken? Ja, wat hebben we net bijeen? We hebben van alles bijeen. Wij zijn met vrijwilligers ondergang, met beroepsmeesken, met meesken van het Rere Kruis, met de politie, met coördinatoren voor die calamiteiten dwarscellen. Daar moeten containers komen, daar moeten wc's komen. We zijn overal mee bezig. Ik zou het net weten, maar... Nou man, wat doe je maat? Ja. Ik zie je op schoppen te wachten op je. Ja, sorry, we hebben te lang in deze stad. Nou,
Bouke Koen en Galvin. Nee, oh, dat is de waarste dan. Alle excuses. Ja, niks. Maar we zien nog een boven tien letten. Ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Bolk met museum. Ja. Wij gaan naar die kant op en dan zullen we erin begonnen. Wij binnen hier op zowat het noordelijkste plakje van Friesland, maar wij binnen hier weer krijgt. We zijn hier in Moddergat, bij het museum Twiskershuiske. Nou, we vertellen hier een heel prachtig verhaal, maar in grote lijn gaat het over de kustvisserij van Jertiertz. En waarom is het wichtig dat zulke soorten musea open blijven? Nou, het zijn belangrijke verhalen. Ding die het vroeger bad binnen, ben er steeds van toepassing. Waar je bijvoorbeeld het monument, hoe de ramp van Moddergat. Ik ben heel prachtig meest bij het visking verdronken. En dat soort verhalen dat is nog steeds bloot actueel. En het is goed om dat te blijven herinneren bijvoorbeeld. En die viskers, wat voor mensen wien dat Jertiert? Dat wien hardwerkende mensen. Man en vrouwen die wien bezig in de visserij. Dus de vrouwen hien misschien al meer werken als de viskers op zee. En van die viskers wat zijn, nou ben de man van hout en een schippen van stiel. Maar vroeger kreeg ik dat om, wien de man van stiel en een schippen van hout. We binnen hier van vooruit met de handel, kies ik een vergelijking meidje van doen maar nou. Want die viskersmannen wienen vanzelfs ook wel van de handel als net. Zeker, misschien de vrouw je nog wat meer. De man die vong de vis en de vrouw die zoekende het uit. Maar een goede verbinding naar bijvoorbeeld Dokkum, om die bobbelaardie om die handel tot stand te brengen, ja. En kunnen de toeristen het paard of vinden naar dit plak? We gaan juist toevallig het 10.000 te bezoeken binnen Helle. Dus ja, ik zou zeggen ja. En wat verwacht je wat de centrale as dadelijks klaar is? Proto comfort voor de meesten die hier komen. Ik denk dat meesten deze regio, dit is een heel mooie regio, graag ziek je wil. En nou, ze komen heel wat makkelijker. En in de zomer wie het museum ook op Snijden hier, waarom dien je hem dat? Omdat er grote behoefte aan is. De toeristen en meesten die om jou die wil graag in het weekend hier te plakken in. En dat luisteren we naar. En de expositie hier, wat liet die al hier zien? We hebben hier vier voeskes, hier mijn expositie rond. Op het heden is daar een foto-expositie over de bijna diktropraak die Wieren in Montje 6. En ongevuld met oude klassenfoto's van begin 20e eeuw. En we hebben hier een hoeske, het klaskeshuiske. Dat laat zien hoe de viskers hier vroeger leven in begin 20e eeuw. De Aak, we hebben het verhaal over de ramp van Moddergat vertellen. Maar eigenlijk over het reddingswezen hier in Moddergat. En de vistechnieken, dat we daar zien. En we gaan natuurlijk het viskershuiske. Het huiske wat inricht is zoals in de periode 1850, waar we vertellen over de verhalen van toen. En het leven laten zien. Nou Willem, wie hing je krijgt even bij de dik hier in Moddergat. Ja. We gaan vermoorden in Ezonstad West. Gaan we mooie dingen zien. Hinden we met de boot misschien moest recht wonen, misleren. En ik ga die ook al zien, ik ben onder indruk. Ja, ik vond het best wel moeilijk, maar toen die man zei dat het ja, naar een bal of zingen, dan ging het toch in het net. Ja, dat wist de buurte behoorlijk wel. Ja. Ja, en toen ben we terug in hier ben we bij het viskershuis wanneer we zijn. Nou, dan sjof die dingen er om je heen. Ja. En dan sjof ik dat we nog bij de groep jaren die vroeger hard vonden. Ja. Maar dat is wel herkenbaar hier voor ons. Ja, ik had dingen jongen, die beppen vroeger ook hier. Eigenlijk roept het wel een beetje naar beppen. Ja, dat is hier, daar hiet ik wel wat van. Dat is nieuwsgierig om te zien. Ja. Nou, wij wonen ook met dit journaal Jim Westjelletten, wat hier in de omgeving te doen is, ook met onze toeristen. En wij bouwen staren gewoon naar 1 oktober toe. Maar dan is het een groot evenement en dan hopen we toch dat Jim daar alle jaar komen om te zien wat Noord-Oost-Friesland eigenlijk al jaar had te bieden. En ik zou zeggen, kom al hier. Ja, harde kranten, RTV NWF, social media in de gaten, hoe het precies gaan zal. Want het wordt een geweldig spektakel. 1 oktober en Jim bent erbij. Graag, ons zien.